dat is niet te besturen, dat ding. Ik vind het zo moeilijk om dat ding recht te houden. Ik ben niet van plan om veel harder te gaan dan dit. Het is onmiskenbaar. Ik vaar in een bootje over de Utrechtse singels. En ik moet u zeggen, dat was volkomen onverwacht dat ik zelf zou moeten sturen. En het valt me om de drommel niet mee om dit ding een beetje op koers te houden. Maar u ziet ook wel hoe prachtig die singels zijn. Het is eigenlijk een van de toeristische hoogtepunten van Utrecht. Alle Utrechters weten dat je niet in de singels helemaal rond de stad kunt varen. Want in de jaren 60 is een deel van de singel is gedempt. Dat begint hier, bij dit sombere, dreigende stuk. Je kunt daar ook echt helemaal niet verder. En dan bij de Weertsingel aan de westkant, daar begint het water weer. En nu hebben we eigenlijk spijt als haar op ons hoofd gekregen dat we dat stuk gedempt hebben. Vandaar dat besloten is om dat stuk weer open te maken en er weer water in toe te laten. En ik moet zeggen, ik ben daar een warm voorstander van, mits ik er verder nooit meer in een bootje doorheen hoef te varen. Ja, ik ga nu aanleggen, dat kan ik wel zeggen, maar of het ook gaat lukken, daar heb ik geen idee van. Het kan best zijn dat u later in de krant leest dat ik... Het is echt levensgevaarlijk. Ik kom net uit dat bootje. En wat zien we nu hier? Een geheimzinnige, duistere plek met pompgeluiden. En de vraag is natuurlijk, wat speelt zich hier af? Dag. Goedemiddag. Maarten van Rossum. André. Ja, wat gebeurt hier precies? Het is het eind van de stadsgracht op het moment. Aha. Tot hier kwam het water? Ja, het stroomde wel door. Aha. En nu is het helemaal geblokkeerd. Aha. Kan ik even binnenkijken? Ik kan even binnenkijken. Oké. Nou, daal af in de duistere krochten en kijk. Wat deden ze hier? Daar eindigde dus eigenlijk de singel. En dan ging het water eigenlijk ondergronds. Ging het water door en hier, alles wat daar in het rooster terecht kwam, dat werd eruit gevist. Dat zijn al deze boomstammen. Het is een fraaie collectie. Er komen een beetje wat kinderkleertjes en zo. Stukjes van tijdschriften, van alles en nog wat. En dit gaat dus op den duur allemaal verdwijnen. Want het gaat weer open. Waarom moest die singel gedempt worden? Waarom staan we hier in wat de Catharijnenbak heet? Een onderdeel van het fameuze en ook wel beruchte Hoog Catharijnen. Daarvoor moeten we terug naar de jaren 50. Er zal veel veranderen. Met een op de toekomst gerichte voortvarendheid durft men het aan een gebied van bijna 24,5 hectare tussen het Vredenburg en Koezelaan radicaal te herscheppen. Een uniek plan op stedenbouwkundig gebied, het plan Hoog Catharijnen. De jaren van de wederopbouw ging fantastisch goed in Nederland economisch en ook het aantal auto's nam enorm snel in aantal toe. In 1950 waren er nog zo'n 3000 auto's in de stad en 10 jaar later waren het al een kleine 10.000, was het al verdrievoudigd en het zag ernaar uit dat die ontwikkeling nog weer veel sneller zou gaan. En daarom maakte men
ingewikkelde verkeersplannen. Eigenlijk om die auto's een beetje uit die binnenstad te houden en Utrecht toch bereikbaar te maken. En het allereerste idee wat men had was om alle singles in feite te dempen. En met een soort tangente zou het verkeer dan worden aangevoerd. Ja, ik maak een fotootje van die vis. Want kijk, dat is eigenlijk wel leuk gedaan. Degene die dit vervaardigd heeft, die heeft eigenlijk ons de nieuwe single en het water al gegeven. En de vissen dus ook. Daar is die. Zo gaat het eruit zien, als alles goed gaat tenminste. Stroomt hier over 6 jaar water. Dit zit al lekker vast hier. 3:30. Zit er helemaal vast. Al die wilde plannen om de hele singel te dempen zijn gelukkig niet doorgegaan. Het enige stukje wat tenslotte gedempt is, dat zien we dus hier. Dat was in totaal een kleine kilometer ongeveer. En dat gaan we nu dus weer ontdempen, om het zo maar te zeggen. Waarom ging het niet door? Omdat de Utrechtse bevolking daartegen eigenlijk in opstand kwam. Daar kun je wel van spreken. En interessant genoeg heeft ook de Rijksoverheid daarbij geholpen door de singels op de monumentenlijst te zetten. Waardoor de gemeente eigenlijk zijn plannen, voor zover ze überhaupt nog realiteit waren, niet kon doorzetten. Wat wel is doorgegaan, Hoogkaterijnen. Toen ter tijd misschien wel het grootste kantoren- en winkelcomplex van Nederland. Sterker nog, misschien zelfs wel van Europa. Voor de bouw van Hoogkaterijnen is veel opgeofferd. Heel veel eigenlijk. Want de hele stationsbuurt is afgebroken. Er is ook in de tijd wel geprotesteerd tegen die afbraak. In het bijzonder van het gebouw van de verzekeringsmaatschappij De Utrecht. Een prachtig jugendstilgebouw. Maar ik vond het grootste verlies het stationsgebouw van Van Ravenstein. En eigenlijk het stationsplein wat daarvoor lag. Nu zou dat nooit meer gebeuren. Het stationsgebouw en het stationsplein zouden opgeknapt worden. En het zou een lust voor het oog zijn. Stationsstraat, spoorstraat, het is allemaal plat gegaan. In feite is alles afgebroken tot hier. En sterker nog, ze wilden ook hier een brede verkeersader bouwen, maar dat is gelukkig niet doorgegaan. Dat al deze bejaarde panden er nog staan, hebben we te danken aan protesterende studenten in de jaren 60. En in dat groepje protesterenden heeft Rob
een belangrijke rol speelt. Dag, dag Rob. Kun je dat een beetje vertellen, hoe dat toen gelopen is en hoe jullie zo effectief zijn geweest dat het überhaupt is blijven staan? De laatste vraag te beantwoorden kort is stom geluk. Dit pand achter onze rug was eerste gekraakt. Wat we toen hebben gedaan is proberen de waarde van het pand aan te tonen. En voor een deel in het archief te zoeken, voor een deel contact te zoeken met monumentenzorg. En het is ons toen gelukt om in een versnelde procedure tot de monumentenlijst te krijgen. Omdat het zo'n heel bijzonder pand was. Ja, dit zijn in de stad Utrecht en eigenlijk in heel Nederland vrij unieke panden. Grote vrijstaande panden in de middeleeuwse stad. En die grote vrije huizen waren van kanunniken. Van mensen die wel bij de kerkelijke godsdienst hoorden, maar niet de gelofte van armoede hadden afgelegd. En laat nu de beroemdste kanunnik van heel Utrecht nou net in dat huis gewoond hebben. Wisten we ook niet toen het kraakte, maar daar kwamen we achter toen we onderzoek verrichtten. En dat was Jan van Schoorl. De Jan van Schoorl. De beroemdste schilder eigenlijk uit Utrechtse geschiedenis en de beroemdste renaissance schilder in Nederland. Klopt, ja. En heb je daar nou nog verschrikkelijke avonturen beleefd? In de zin van gekraakt, eruit geknuppeld, andere dramatische... Is er bloed gevloeid? Ja, je moet voorstellen dat zeg maar, al deze panden konden ieder moment verdwijnen. Soms gebeurde dat zachtzinnig, soms minder zachtzinnig. Het enige pand wat ook echt verloren is gegaan... Omdat Hoogkaterijn net zichtbaar moest worden vanuit de zijstraat hier... Ja, die mensen die lagen nog te slapen toen de eerste slopersbal door de voorgevel ging. Dus het was vrij dramatisch soms. Ja. En ben je nu achteraf eigenlijk wel tevreden over de historische rol die je toen gespeeld hebt? Ik ben heel trots op dat we de tentakels hebben tegengehouden. Ik ben heel trots dat we deze weg hebben tegengehouden. Ik ben heel trots dat ik deel heb uitgemaakt van... comité tegen de voorlopige Noordtangent. Daar moet je voorstellen, die singel mocht niet gesloopt worden van minister Krompé. Maar niemand verbood de gemeente om daar betonnen palen in te slaan en daar een weg overheen te leggen. Nou, dat is het. Dus de single, dat was de voorlopige Noordtangent. Dat hebben we vandaag ook geconstateerd. De singel is altijd blijven bestaan, alleen ondergrond zijn onzichtbaar. Ja, ja, ja. Ja. Dus het, en dat was eigenlijk de minister. En dat moet je dus voorstellen dat het zich ook verder had voortgezet, de hele Weertsingel langs, tot aan de gevangenis. Ja. En als je zegt, ben je trots? Ja, ik ben trots dat we hier kunnen staan. En ik ben trots dat je hebt kunnen varen op de Weertsingel. Ja, ja, dat varen was ik. Ik ben geen kapitein, dat is wel duidelijk natuurlijk. Dat is nu de ironie van de geschiedenis. Wat we in de jaren 60 het mooiste van het mooiste vonden. Het modernste van het modernste. Datgene waarvan we dachten dat we het moesten doen om ons aan te passen aan de verandering der tijden. Toen er maar een paar mensen waren die zeiden nee, 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 let nou eens op wat er verdwijnt, op wat er afgebroken moet worden. Nee, de meerderheid dacht daar volkomen anders over. En nu zijn we een paar decennia verder. Kijk achter mij, je wordt er niet echt vrolijk van. We hebben spijt dat we het gedaan hebben. En dan tenslotte stel je jezelf de vraag, hoe zouden we er over 40 jaar over denken?